Fijn dat jullie er zo toch een beetje schools bij zitten. Zo, van we moeten opletten, klapbordjes op. In theorie wel weten hè, van hoe release je, maar ook als, nou ja, een beetje als jullie van, je hebt natuurlijk nog meer te doen boven je zee, je hebt misschien ook werk, of je doet een opleiding, of je doet nog 100.000 andere dingen, dus hoe ga je om met releasen in een wereld waar er al heel veel aan je getrokken wordt? Nou ja, kijk, mensen spreken ook wel dat Spotify zelf is ook gewoon een social platform, ook een algoritme. Ja, het is zo goed dat we ermee bezig moeten zijn, want we hebben met kunst te maken en dat is het allerbelangrijkste. Dus, als je mij vraagt, nog steeds het allerbelangrijkste. Maakt en dan ben je helemaal heel lang op gewerkt en nu hartstikke trots op natuurlijk, er zit je ziel en zaligheid in. En wat je dan vaak merkt bij artiesten vooral, is dat ze dan zo enthousiast zijn dat ze eigenlijk het morgen al op Spotify willen hebben of uit willen brengen en weet ik veel wat. En ja, daar gaat het vaak wel mis. Maar wat ik wel zie, ik ben natuurlijk wel zelf ook veel aan het scrollen. Ik ben heel veel andere muzikanten gaan volgen die bijna het midden houden tussen muzikant en influencer. Van die content maken, dan kan je weer €200 besteden aan een content manager of iemand die je kan helpen. Ja? Bij zo'n kalender maken bijvoorbeeld, als het alleen maar de kalender voor het hele jaar. Je hebt half al wel soms, maar goed, hè, zo van, nou, als dat nou hetgeen is wat in onze industrie een beetje veranderd is, nou wees blij, knijp je handjes dat we nog wel muziek kunnen maken. En dat dan zeg maar, hè, dus dat is iets wat ik dan meestal meegeef. Van, nou,